Ik ben Amy Schelfhout, werkzaam bij BDO Tilburg. Ik heb hiervoor de studie IBA, International Business Administration, gedaan en daarna de Master Accountancy. Vervolgens heb ik mijn afstudeerstage bij BDO gedaan en ben ik op dit moment nog bezig met de postmaster. Met de postmaster kun je eigenlijk registeraccountant worden en dat is toch ook wel een eis. Wil je wat verder komen in het beroep en wil je meer richting managerfunctie gaan? Wat BDO in mij heel erg aansprak was het persoonlijke contact met je collega's. Je bent echt gewoon Amy en je bent niet een van de velen die aangenomen wordt. Ze kijken al vooraf van goh, wie past er in het team. Je hebt dus ook veel klantcontact direct. Je hebt wat kleinere klanten, daar kun je ook meteen wat meer in doorgroeien. En heb je ook meteen wat meer echt het contact met de klant en ook met de ondernemer. Dus echt met het verhaal achter het bedrijf kom je ook meteen in aanraking. Ik ga eigenlijk wekelijks naar een andere klant. Bij die klant doe ik ook eigenlijk elke dag weer een andere post. Met name in het najaar kijken wij naar de processen van de organisatie en dan hebben wij ook interviews met de klant en hebben wij ook nog een voorraadinventarisatie vaak wanneer het van toepassing is. Verder hebben wij dan in het voorjaar echt de jaarrekeningcontroles, dan ga je echt in de cijfers, maar daarbij controleer je dan de ene dag weer een andere post dan de andere dag. Dit wordt ook weer verdeeld binnen het team, dus er wordt ook gekeken naar welk niveau zit je in en op die manier krijg je toch wisselende items te zien en kun je jezelf daarin doorontwikkelen. Accountancy heeft echt mijn ogen open gedaan nadat ik een meeloopdag heb gedaan. En kwam ik eigenlijk achter dat het niet alleen maar de cijfers was, maar ook teamwork en het klantcontact. En de ontwikkeling die je zelf nog door kan maken bij het bedrijf waar je werkt, maar ook met de postmaster. Dus eigenlijk ook het doorleren. En vooral ook het persoonlijke vond ik gewoon heel leuk. En de diversiteit. Je ziet gewoon heel veel bedrijven. In de master heb je ook een aantal groepsopdrachten die je moet doen. Je zult ook flink moeten plannen om de examens en alles te halen. Dus die planning leer je daar ook al wel maken. Die is nu ook gewoon heel belangrijk nu ik werk. Omdat je moet toch plannen en werken en natuurlijk de postmaster er nog bij. En dan wil je natuurlijk ook nog wel eens een keer iets leuks doen. Ik heb een aantal meeloopdagen gedaan bij BDO en andere bedrijven. Waarbij BDO meteen mij heel erg aansprak. Ik heb daar gesolliciteerd voor een meeloop/afstuderen stage, waarbij ik dan 2 dagen mijn scriptie heb geschreven bij Bureau Vaktechniek. En de andere 3 dagen heb ik dan echt meegelopen in de praktijk. En dat was meteen een hele mooie kans om te zien hoe je dus aan de slag gaat naar je opleiding. En ik heb dat maar meteen gecombineerd met de afstudeerstage om er toch zeker van te zijn van wil ik dit vak nu echt gaan doen. Die keuze heb je natuurlijk al wel gemaakt, maar hoe het dan echt ook uitpakt in de praktijk, dat is dan meteen leuk om een aantal maanden te zien, zodat je dan ook daarna meteen in aan de slag kan gaan. Tijdens mijn afstudeerstage heb ik eigenlijk meteen een contract aangeboden gekregen van BDO. Het beviel van beide kanten en daardoor ben ik meteen 1 september ook aan de slag gegaan. Binnen BDO denk ik dat wij op zoek zijn naar mensen met passie voor het accountancyvak. Wij vinden het belangrijk dat zij ook communicatief vaardig zijn en dat zij ook binnen het team passen. Dus dat er ook een soort klik is met ze. En verder is het natuurlijk ook belangrijk dat zij een kritische instelling hebben en van een voldoende niveau de opleiding hebben afgerond. Binnen BDO zijn er een aantal assessments die natuurlijk al een deel van de persoon de kwaliteiten waarmee we de kwaliteiten kunnen inschatten. Maar ook binnen de afdeling is het ook mogelijk dat zij bijvoorbeeld een meeloopdag doen. En dan is het ook meteen zichtbaar van wat voor persoon past hij in de groep. En voldoet hij ook aan de eisen als waar een accountant eigenlijk aan moet voldoen. Wat ik zelf heb gedaan is bij Asset, de studievereniging, heb ik een aantal dagen meegedaan aan activiteiten. Daar komen dan verschillende kantoren naartoe. En dan kun je eigenlijk zelf al kijken van wat hebben deze kantoren te bieden en wat past het beste bij mij. Vervolgens heb ik verschillende meeloopdagen gedaan bij verschillende kantoren. Dus zodat je nog net even iets verder gaat en net ook binnen het team en het kantoor ziet en de sfeer kan proeven. En ook kan kijken van nou wat houdt het vak nu inhoudelijk in. Dus wat ik ze vooral als advies zou mee willen geven is bezoek gewoon zoveel mogelijk verschillende bedrijven. En praat met zoveel mogelijk mensen uit die al in de accountancy bezig zijn. Zodat je ook hun ervaring, daar kun je gewoon heel veel van leren. En daar kun je ook gewoon meteen in meten van wil ik daar nu ook staan over een aantal jaar.